Goedemiddag. Hoofdstuk 8, laatste hoofdstuk voor het examen, verkeer en veiligheid, paragraaf 1. Als je fietst, loopt, in een auto rijdt, werken er allerlei verschillende krachten op je. We gaan die krachten eens beter bekijken. De kracht waardoor een voertuig beweegt is de aandrijfkracht, oftewel de stuwkracht. Beide zijn goed. Dat is dus in een auto is dat bijvoorbeeld de motor die ervoor zorgt dat de auto vooruit gaat. Als ik in een auto rijd, dan heb ik niet alleen meewerkende krachten. Dus aandrijfkracht of stuwkracht is een meewerkende kracht. Die zorgt ervoor dat je meegewerkt wordt en dus vooruit gaat. Maar ik heb ook te maken met tegenwerkende krachten. Een tegenwerkende kracht zorgt ervoor dat je beweging langzamer gaat of wordt gestopt. De remkracht, als ik ga remmen, werkt dat tegen. De luchtwrijving, als ik vooruit ga, moet ik lucht verplaatsen. En hoe harder ik rij, hoe meer lucht ik moet verplaatsen, dus hoe groter dan de luchtwrijving wordt. De rolwrijving heeft te maken met de banden. Hoe groter het oppervlakte is van mijn banden, des te meer rolwrijving ik ga krijgen. Denk daarbij aan een wielrennersband of een mountainbikeband. Een wielrenner wil graag hard vooruit rijden, dus die heeft een zo laag mogelijke rolwrijving. En een mountainbiker zal heel veel bochten moeten maken en die wil graag relatief veel wrijving hebben om grip te kunnen krijgen en snel door de bochten te kunnen. Terwijl een wielrenner met die dunne bandjes relatief moeilijk door een bocht gaat, zeker als het nat is en dus weinig wrijving heeft. De zwaartekracht is een tegenwerkende kracht als je op een helling rijdt. Hoe zwaarder dat die dan is, hoe moeilijker dat je dan naar boven gaat. Hier hebben we het eigenlijk over gehad. Proefje, hier zijn weer vragen. Krachten tekenen. In het hoofdstuk krachten heb je geleerd dat je krachten tekent met een pijl. Drie dingen zijn belangrijk. De grootte van de pijl, dus de lengte van de pijl, die staat vaak aangegeven met een schaal. De richting van de pijl, in dit geval duwt deze man de auto vooruit, dus de kracht, die pijl moet ook vooruit getekend worden. En hij heeft een aangrijpingspunt, ofwel een beginpunt. Beginpunt is in dit geval het punt waar die man met zijn handen de auto raakt. Daar wordt de krachtoverbrenging gegeven. Daar vindt de krachtoverbrenging plaats, dus daar is het aangrijpingspunt van die pijl. Dus drie dingen: aangrijpingspunt, beginpunt, de lengte van de pijl door de schaal, de grootte en de richting in dit geval vooruit. Ik zei al dat we te maken hebben met een krachtenschaal. Stel, ik heb een krachtenschaal van 1 centimeter. Komt overeen met 50 newton. Dat wil dus zeggen dat als ik een kracht van 50 newton teken, dat ik de pijl 1 centimeter moet tekenen. Dus die kracht 100 newton moet die 2 centimeter zijn. Als je de schaal ziet, kun je ermee rekenen door middel van deze formule. Kracht is lengte keer de krachtenschaal. In afbeelding 6 staat de vector van 2 centimeter. De lengte is dus 2 centimeter. Die vul je dus daarin. De krachtenschaal was... 1 centimeter komt overeen met 100 newton. Vul je daar 100 in, krijg je 2 keer 100. Dan is de kracht dus 200 newton. Maar uiteraard had je al gezien, 1 centimeter is 100 newton. Dus dan zou 2 centimeter is, dus 200 newton. Als je bijvoorbeeld de lengte wil uitrekenen van de pijl, dan moet je de kracht delen door de krachtenschaal. Stel, ik moet een kracht van 50 newton tekenen. Ik weet nog niet hoe lang dat ik hem moet tekenen. Maar ik weet dat de schaal 1 centimeter is 25 newton. Dan moet ik dus de kracht invullen, die is 50. De krachtenschaal, die was 25. Dus 50 gedeeld door 25 is 2 centimeter. Dus die pijl die ik dan moet tekenen moet 2 centimeter zijn. Netto kracht. Wat is nou een netto kracht? Vaak zie je netto kracht of je ziet resultante of resulterende kracht staan. Het zijn alle drie dezelfde dingen. Alle krachten die in dezelfde richting staan, mag je bij elkaar optellen. Alle krachten die tegenover elkaar staan, mag je van elkaar afhalen.
En als je dat gedaan hebt, blijft er één kracht over en dat is de netto-kracht of de resulterende kracht. We zullen dit dadelijk aan de hand van een voorbeeld wel eventjes zien. Bijvoorbeeld hier. Ik heb hier drie krachten en die werken alle drie in dezelfde richting, dus mag ik die drie bij elkaar optellen. Als ik dat zou doen, krijg ik één nieuwe kracht en die zal ongeveer zo lang zijn. En dat is dan jouw resulterende kracht. Hier zien we iets heel anders. Hier zien we twee krachten naar rechts en één kracht naar links. Nou, deze en die, als ik die bij elkaar optel, dan wordt die ongeveer zo lang. Die pijl die is weer groter als deze, dus de netto kracht zal, hè, deze twee moet ik bij elkaar optellen, moet ik deze eraf halen. En dan hou ik een netto kracht naar rechts over die, ja, ik denk ongeveer tot hier zal komen.